vroeg in het voorjaar. En het is koud. De zon is net op. Maar toch is er een dier dat juist nu, in deze tijd van het jaar, hier volledig uit zijn dak gaat. Hoor je hem? Een soort, ja, best omschreven als jodelende roep. En dan wint hij ook letterlijk hoogte. Met een paar vleugelslagen. Het is een steltloper. Hij heeft een hele lange, kromme snavel. En hij is nu bezig met zijn balsvlucht waarin hij zich heel langzaam laat vallen. En dan hoor je hem roepen. En dan heb ik het natuurlijk over de wulp. Dat is eigenlijk een beetje een bruinige, vrij grote steltloper. En je kunt hem uiteraard herkennen aan die lange, kromme snavel die naar beneden staat. Hè? Dat is een mooie aanwijzing voor mensen die nog niet zoveel naar vogels hebben gekeken. En hier achter me loopt een haas. En die loopt als een gek te zoeken. Het is een rammelaar, een mannetjeshaas. En die probeert het geurspoor te traceren van het vrouwtje wat hij net voor me het pad overstak. Want daarom zijn die rammelaars zo helemaal gek in hun kop. Ze willen maar één ding en dat is een moerhaas, een vrouwtjeshaas, zo snel mogelijk proberen op te zoeken en dan met de paren. Maar daarin zijn ze niet alleen. Er zitten daar verderop vier hazen bij elkaar. En wat je nu heel mooi kunt zien, is dat een van de rammelaars heeft een moertje geschaakt en hij bewaakt haar voortdurend. En in de omgeving loeren andere hazen, rammelaars, mannetjes, op hun kans om dat ene moertje te kunnen schaken. Maar dat moertje ziet er ook heel anders uit. Die heeft een veel langwerperige kop, opvallende ogen. En die rammelaars, die hebben wat meer een soort vierkante kop, een beetje grover. Maar je ziet het mannetje steeds gefrustreerder worden. Hij zit nu bij haar en dan wil ze niet. Ja, er is nu echt de actie gaande, want het moertje is gaan rennen en opeens blijken dat er geen twee of drie rivalen in de buurt van het mannetje zijn, maar wel vier of vijf. Het is nu echt een hele grote club die aan het rennen is. Allemaal achter dat ene moertje aan. En ik krijg er echt medelijden mee, want je moet het maar voor elkaar krijgen, vijf mannen van je af te houden. Ja, ik zie het gebeuren. Een korte paring, terwijl die grote groep eromheen rent. Dus kennelijk is het moertje toch ontvankelijk voor dat mannetje geworden. En heeft hij toch geluk. Het lijkt zo'n normaal gezicht. Hazen in zo'n mooie uiterwaard, zo'n weilandengebied. Maar helaas is het zo dat in veel gebieden het aantal hazen ziender oog afneemt. En dat komt vooral omdat het leefgebied aan het veranderen is. Dit soort gebieden met veel greppeltjes en hoogteverschillen en kuilen en randjes waarin riet blijft staan, waarin ze jonge haasjes kunnen werpen in hun legers. Ja, dat soort gebieden, die worden steeds zeldzamer. Ze worden steeds intensiever gebruikt. En uiteindelijk verdwijnen hazen in veel delen van Nederland. Doodzonde, want de haas hoort bij het Nederlandse polderlandschap.